Voordat we gaan stemmen wil ik graag jullie aandacht voor een feestelijke mededeling. Het is niet gebruikelijk politieke partijen te feliciteren met een jubileum. Maar vandaag maak ik een uitzondering voor een partij. De Staatkundige Gereformeerde Partij, de SGP. Vandaag is de SGP 100 jaar oud. Het is daarmee de oudste politieke partij die in het parlement vertegenwoordigd is. 4 jaar na de oprichting behaalde de SGP voor het eerst een zetel in de Tweede Kamer. Sinds 1922 zaten er dus altijd maximaal 3 mannenbroeders op de groene bankjes of in de blauwe stoelen. De SGP is met haar eigenheid en soms afwijkende standpunten ook een krachtig symbool van de pluriformiteit die de Nederlandse democratie kenmerkt vooral. En dat alleen is al een felicitatie waard. Ik wens de SGP nog eens 100 jaar in ons midden toe. Van harte.